Boom nog altijd met het voordeel van de twijfel. Lars Boom in het Tom Dumoulin Bikepark. Nog een Dumoulin, die halve komt nu kilometer. Grijpel. Grijpel komt nu zelf. Welles die zich nu volledig leegrijdt in dienst van. Nog een halve kilometer. Hier 500 superspannende kilometers. Twee bochten nog. Hij gaat het afwerken. Hij gaat het afwerken. 400 meter nog. Hij is binnen. Lars Boom. Is gedaan. En dan is dat sneu voor de snelle benen daarachter. De laatste bocht voor Lars Boom. Die hier een van zijn mooiere overwinningen gaat boeken. De sprint. Ze gaan te laat komen. Lars Boom gaat de etappe winnen in Sittard-Geleen. Sprint daarachter in volle gang met Van Avermaat en Sagan. Nou, Boom. Dan komt de wereldkampioen ook. Boom pakt hem. Ik denk aan elke seconde lang, zou ik zeggen, voor die leiderstrui. Maar hij viert. En dan is Sagan tweede. En Van Avermaat derde. De oerschreeuw. Wat? Lars Boom pakt een overwinning in de World Tour. En ook wel voor eigen publiek in Nederland. Oh jong. Rustig. Met de voorhamer. Voetballers doen dat. Een overwinning waaruit toch wel wat frustratie spreekt. Dat is duidelijk. Kijk. Nog een jump erachteraan. En nog eentje. Goh. Ik denk dat hij er tevreden mee is.